Het is vandaag weer workshop woensdag. Mijn naam is Leonieke en jullie kijken naar video nummer 25. We gaan vandaag deze pagina maken, waarbij we gebruik gaan maken van foto's die we zelf hebben uitgeknipt. Dat zie je bij deze mail. Ik heb voor deze pagina gebruik gemaakt van mijn eigen foto's. Dus jullie zien hier een pagina die ook echt in ons jaarboek terecht gaat komen. Om wat meer diepte te geven aan de pagina heb ik een mail uitgeknipt uit een foto die ik heb gemaakt. Deze mail zie je hier en hier terugkomen. En ik ga jullie laten zien hoe ik dat heb gedaan. Als eerste ga ik weer even snel mijn scherm met jullie doorlopen. Jullie zien hier het Albelli fotoboekprogramma. Ik werk met Windows en ik heb het programma op mijn computer geïnstalleerd. Ik gebruik het programma dus offline. Hiernaast zien jullie mijn verkennerscherm dat ik gebruik om de foto's zo mijn boek in te kunnen schuiven. Naast dat dat natuurlijk hier ook vanuit de fotomap in het Albelli programma kan. Hierboven zien jullie een screenshot van deze pagina die we vandaag gaan maken. We gaan weer zoals altijd beginnen met een lege pagina. We gaan kijken of we uit de voeten kunnen met een indeling van Albelli. Dan hebben we in ieder geval vast de lege fotokaders die we dan niet allemaal stuk voor stuk hoeven toe te voegen. Ik ga kijken bij 5 foto's of meer. En dan kunnen we bijvoorbeeld kiezen voor deze indeling. Ik dubbelklik erop. Ik haal deze weg, want die hebben we alvast niet nodig. En deze twee selecteer ik samen met Ctrl ingedrukt en dan met de muis. En die zet ik op hun plek. Dan hebben we in ieder geval al de 4x3 foto's die we op de linkerpagina nodig hebben. Met Ctrl A selecteer ik alles en zet ik het gecentreerd op de pagina. Nu hebben we aan deze kant ook 3 kaders staan. 3 fotokaders. Nu alle 3 de objecten geselecteerd zijn, doe ik Ctrl C. Ik klik de pagina aan waar ze naartoe moeten. Klik op Ctrl V en dan staan ze daar alle 3. Ik ga nu eerst de fotokaders allemaal vullen met de betreffende foto's. Dat kan vanuit hier en dat kan vanuit hier. Het is maar net wat je prettig vindt werken. We gaan even kijken of we ze allemaal kunnen vinden zo snel. Hier heb je iets meer overzicht omdat er wat meer foto's tegelijk in het venster staan. Je kunt hier eventueel ook de grootte van je foto's aanpassen en het schermpje hier groter of kleiner maken, zodat je ook meer foto's kunt zien in dit venster. Ik heb nu even liever een groter werkveld, zodat jullie het beter kunnen zien. Dus ik laat deze even zo en ik ga op zoek naar al mijn foto's. Deze komt hier. Dat gaat op zich best snel als je je foto's al hebt uitgezocht. Hier en daar nog een beetje de uitsnede verplaatsen, zodat je een iets mooier stuk van de foto zichtbaar hebt. En deze is de laatste foto uit de serie. Nu heb ik voor deze foto's gebruik gemaakt van verschillende kaders. Een beetje moeilijk te zien. Ik ga even kijken of ik hem iets kan inzoomen. Kijk, nu kunnen we het beter zien. Deze en deze hebben bijvoorbeeld dit kader. Die staat bij mij in mijn favorieten. Dus jullie zullen even moeten kijken waar die precies vandaan komt. Het is een strak wit kader met een klein beetje schaduw. En deze. Dit is eigenlijk niet echt een kader, maar meer een soort effect waarbij de foto als het ware iets op de pagina lijkt te liggen. Een soort 3D effect met een schaduw die is toegevoegd.
Dus die heb ik op deze foto gezet. Deze 6 selecteer ik terwijl ik Ctrl heb ingedrukt op mijn toetsenbord. Selecteer ik ze met de muis en geef ze allemaal hetzelfde kader. En hier heeft de middelste nog dit kader. En hebben de buitenste 2 weer dat schaduweffect. En datzelfde hebben we ook aan deze kant gedaan. De buitenste 2 hebben het schaduweffect, 3D-effect een beetje. En deze heeft weer het witte kader. Ik ga deze weer uitzoomen. Zo, dan zien we de hele pagina weer. En dan krijgen we op deze pagina de grote foto van de meeuw. Die voeg ik even zo los in. Dat ziet er nu nog niet heel spannend uit. Maar daar heb ik een schabloon op toegepast. Zoals altijd komt er straks onder de YouTube video, moet je even het informatieveld uitklappen of aanklikken. En dan zie je weer de lijst met alle materialen die ik heb gebruikt. Alle linkjes naar websites, zodat jullie ze zelf ook kunnen downloaden. Ik ga weer even naar mijn foto's en dan ga ik naar gebruikte materialen. En dan zoek ik het betreffende schabloon erbij dat ik op deze foto heb gebruikt. En dat is deze. Ik zorg dat de foto hier geselecteerd is. En ik kies foto als omgekeerd schabloon toepassen. Nou, op dit moment lijkt hij er helemaal nog niet op. Dat gaan we zo allemaal nog doen. Maar eventjes wat uitrekken. En we gaan hem nog wat inzoomen. Nou, dan denk ik dat het zo wel aardig hetzelfde is als in het voorbeeld. Deze laten we even zo. En die gaan we straks verder afmaken. Ik ga nu eerst de rest van de pagina afmaken. Jullie zien dat ik hierachter een soort frame heb gebruikt. Een rek, als het ware. Die heb ik ook van een website gedownload. Dat is een dit rek. Ik klik met de rechtermuisknop foto als nieuw object. Ik doe dat nu even zo, omdat als ik ga slepen, je altijd weer kans hebt dat je per ongeluk een foto vervangt terwijl je dat niet wilt. Ik zet het rek precies netjes over de 6 foto's. En dan wil ik dat ik aan de zijkant ook nog wat ruimte over heb. Dus ik pak de buitenste, pak de buitenste 3 foto's nog eventjes. Om ze iets verder van het rek af te zetten, zodat het rek iets meer vrij komt te staan. Ruimte is altijd mooi om je objecten heen. En deze. Nou, we kijken straks even hoe we dit verder gaan fine-tunen. Het rek mag naar achteren. Positie naar achteren. Dan lijkt het net of de foto's op het rek hangen. Alleen moeten ze er natuurlijk nog wel ergens mee vasthangen. En ik heb ook een aantal foto's, 2 foto's, net even een stukje scheef gehangen. Om het geheel wat speelser te maken. Deze bijvoorbeeld. Dan gaan we ze vastmaken met clipart uit Albelli. We gaan naar de categorie jaarboek. En dan gaan we op zoek naar die zwarte clip. En die staat hier. Ik had hem ook heel makkelijk bij mijn favorieten kunnen vinden, want ik had hem al een hartje gegeven. Ik dubbelklik erop. Dan komt hij op de pagina. En dan ga ik hem eerst op maat maken. En als ik deze maat goed vind, dan kan ik hem gewoon nog 5 keer kopiëren. Ik denk dat deze zo goed is. Dus ik doe Ctrl-C, Ctrl-V. En ik ga hem overal plaatsen. Op de foto's. Nog een keer Ctrl-V. Even opletten dat hij wel een beetje realistisch op de foto zit. Dat hij net iets erboven zit. Boven het witte randje. Hij moet hem natuurlijk wel beter kunnen pakken. Deze komt dan een beetje schuin te staan.
met de rand van de foto mee. Even kijken of dat klopt zo. Misschien nog. Klik even op rechtermuisknop. Roteren, vrij roteren. Dan kan ik hem iets preciezer nog 1 graadje geven. En zo is die goed. Dan heb ik er nog 2 nodig. Zo. Deze die had ik aan de zijkant gedaan. Voor de afwisseling. En die zit nog iets scheef, dus die zet ik nog ietsje terug. Ja, dat is goed. En dan de laatste. Ctrl V. En die had ik hierboven gezet. En nu zitten al onze foto's vast. Even kijken of dit nu allemaal klopt. Ik denk het wel. Ik ga de hele pagina inhoud nog even met Ctrl A selecteren. En ietsje over de rand zetten. Dan kunnen ze hier nog iets terug. Dan hebben we net iets meer ruimte om het frame. Het ziet er verder allemaal goed uit. Het gevolg van het gebruik van verschillende kaders, zoals ik dus heb gedaan. Ik heb hier dat witte kader en hier dat beetje opliggende kader met een schaduwrandje gebruikt, is dat het lijkt alsof ze nu niet meer recht onder elkaar staan. Dat is wel zo, want als je ze uitlijnt, linkerkanten uitlijnen, gebeurt er niks. Dus ze staan nog precies recht onder elkaar, maar omdat dit kader iets heeft zitten knippen, iets heeft geknipt aan je foto, kun je het handmatig nog iets rechter onder elkaar zetten. Ik vind het net een beetje storen dat het lijkt dat het scheef is. Dat kun je met schablonen en met kaders kun je dat hebben. Kijk, ze staan nu wel op dezelfde hoogte, maar het lijkt nu net of hier minder ruimte tussen zit dan hier. Dus ik ga dat handmatig iets corrigeren, zodat die lijnen toch netjes door lijken te lopen. En het ziet er goed uit zo. Dat ga ik ook nog even aan deze kant doen. Je ziet dat deze net iets naar binnen lijkt te vallen. Iets meer naar rechts. Is dus niet zo. Ik hou shift in gedrukt. Dan kan ik iets nauwkeuriger schuiven. En dat ziet er goed uit. Even kijken. Dan mag die ook nog ietsje naar boven. En nu lijkt het allemaal wat beter in verhouding. Nu heb ik zowel over deze kant als over deze kant heb ik een stiksel geplaatst. Dat stiksel heb ik van Pixel Scrapper gedownload. Even naar mijn foto's, gebruikte materialen. Hier. Je ziet eigenlijk niks. Kijken of je hem hier beter kunt zien misschien. Ja, hier zie je hem staan. Dat is dus deze. Klik foto als nieuw object, dan krijg je deze opmerking. Dat kun je soms krijgen, in dit geval waarschijnlijk omdat het een hele lange afbeelding is. Een hele brede afbeelding qua afmetingen. Ik zal eventjes kijken. Ja, hij is dus 5345 keer 36 en dat vindt programma niet zo fijn. Dat is te breed blijkbaar om op de pagina te plaatsen. Dus wat ik dan altijd doe, is eerst een leeg fotokader plaatsen. Die maak ik alvast een beetje langwerpig. Zo. En dan sleep ik hem erin. Dan ga ik hem wat kleiner maken. Via de hoek. En dan kunnen we hem draaien, zodat hij rechtop staat. En dan plaatsen we hem zo op de pagina. Je kunt ervoor kiezen om hem zo te zetten of dat je hem helemaal van de pagina af laat lopen. Ik denk dat ik dat in dit geval ga doen. Dus ik rek hem wat uit. En zo gaat hij over de hele pagina. Nu hoef ik hem alleen nog te kopiëren. Ik klik hem aan, ik doe Ctrl-C. Ik ga naar de pagina waar we heen moeten
En doe Ctrl-V. Dan schuif hem opzij. Zie trouwens dat ik hier wat meer witruimte heb dan aan deze kant. Dus ik ga hun ook nog iets opzij schuiven. Zodat de pagina's wel een beetje hetzelfde zijn, links en rechts. Even kijken. Deze kan nog wel een tandje opzij. En nou zitten de foto's mooi onder het stiksel verwerkt. Vond dat qua sfeer ook wel een beetje bij strand en zee en haven passen. Dus vandaar dat ik deze heb gekozen. Nu heb ik nog wat tekst toegevoegd. Dus ik kies voor tekstkader invoegen. Soms even zoeken waar die is, maar hij is hier. En die maak ik even breed als mijn rek is, ongeveer. Zo, en dan ga ik typen. En ik had als lettertype gekozen. Even kijken. Hier is mijn lijstje. Voor Bite the Bullet in 38 groot. Dus die gaan we zo even opzoeken. Dat is hem. Klik hem aan. Ik ga naar 38. En voor de kleur had ik een grijs uitgezocht. En dan gaan we typen wat we wilden typen. Strand. Sterretje. Zee. Wolken. Golven. Wind. En zand. Oké. Okay. En dat was het tekstveld. Kopieer ik deze eventjes. Dat is wel zo makkelijk. En dan zet ik hier nog even de datum. En dat was 5 september. Oké. Okay. Deze kunnen we wel een heel stukje kleiner maken. En die komt dan hier te staan. En dan zien jullie hierachter, ik weet niet of dat goed zichtbaar is, maar daar had ik ook nog een foto van de zee geplaatst. En daar had ik een schabloon op toegepast. En dat was meer een beetje voor de achtergrond. Dus die had ik een beetje op maat gemaakt. En daar had ik ook een schabloon op gezet. Foto als omgekeerd schabloon. En dan positie naar achteren, zodat het niet zo heel wit is. Op de achtergrond. Zo. Dan heb ik hier ook nog een tekstvak geplaatst met de tekst Scheveningen. Dus ik ga weer een tekstkader invoegen. En hier willen we de tekst Scheveningen. Maar in een ander lettertype. Namelijk, even kijken welke we nodig hadden. Dat was Brilliant Signature font 80 groot. Die had ik gebruikt, dus die gaan we opzoeken. Kijken, daar is die al. En dan in 80 groot. De kleur staat nu in dat grijs. Gaan even kijken of dat zo ook de goede kleur moet zijn. En ik had deze tekst 90 graden gedraaid. Dus die staat op zijn kant. Ik vind het wel leuk als het ook een beetje anders staat. Nu zijn we er eigenlijk bijna. Ik heb nog wat van deze zwarte vlekken toegevoegd. Ik ben zelf altijd wel dol op dit soort vlekken. Dus die zie je op veel van mijn pagina's ook terugkomen. Positie naar achteren. Nog een keer. En die draai ik dan om. En die komen dan aan de bovenkant. Maar wel achter de foto. Dus deze pagina is zo goed. Wat er nu alleen nog mist is hier de grote meeuw. Het witte lijstje en hier de kleine meeuw. Nu zien jullie ze dus hier al staan.
Dat is de meeuw die afkomstig is uit deze foto. De oorspronkelijke foto is dus deze foto. En die meeuw die heb ik uitgeknipt. En hoe ik dat heb gedaan, dat zal ik zo even laten zien. Ik zal eerst de pagina verder afmaken. Dus ik ga weer terug naar de meeuw. Ik voeg eerst de kleine meeuw in. Ik spiegel hem. Ik vind het leuker als hij de pagina inkijkt. Horizontaal spiegelen. En ik zet hem hieronder neer. Ietsje kleiner maken nog. Als je nou problemen hebt met uitlijnen omdat deze afbeelding te groot is, kun je ook altijd via rechtermuisknop bewerken. Deze afbeelding ook uitsnijden. Het maakt niet zo heel veel uit wat je kiest. Je kunt bijvoorbeeld vierkant doen. Toepassen actie. Klaar met bewerken. Kijk, en nu heb je een veel kleinere afbeelding. Zit er veel minder ruimte omheen. En dan heb je ook minder snel last als je bij de rand komt. Dat je foto er naartoe wordt getrokken. Dat is de kleine meeuw. Dan de grote meeuw nog. Die is hier. Rechtermuisknop. Foto als nieuw object. En wat nu belangrijk is, is dat je de meeuw zo plaatst dat je die daarachter niet meer ziet. En ik denk dat die zo goed staat. Dan pak ik het lijstje. Dit is een transparant kader. Komt ook weer van een website af. Die zal ik ook weer met jullie delen. Komt van de website Clean PNG. Daar kun je heel veel leuke PNG-afbeeldingen vinden. Waaronder dus ook van dieren, vogels, meeuwen ook. Alleen vond ik het nu leuker om in dit geval mijn eigen meeuw te gebruiken van mijn eigen foto. In plaats van een meeuw die gewoon van internet afkomt. Ik kies foto als nieuw object. En daar zijn dan de lijstjes. En het hele leuke van deze pagina is natuurlijk nu dat de meeuw uit het lijstje lijkt te komen. Dus we doen het frame een stukje naar achter. En dan deze grote afbeelding waar we het schabloon op hebben staan van de meeuw, die doe ik ook weer een positie naar achter. En nu zie je dat de meeuw, die eigenlijk ook op de foto hierachter staat, uit het lijstje lijkt te komen. En dat geeft zo diepte aan je pagina. Dan is nu natuurlijk de hamvraag, hoe heb ik die meeuw uitgeknipt? Dat kun je op heel veel verschillende manieren doen. Ik zal eventjes een pagina teruggaan om wat dingen te laten zien. Dat is dan deze pagina. Hier heb ik eigenlijk hetzelfde gedaan. Ik heb hier een foto van een schaap. En dat schaap lijkt zo uit het lijstje te komen lopen. Zoals je ziet komt dat omdat ik, als ik de boel even uit elkaar haal, zie je hier de oorspronkelijke foto van het schaap. Hier het uitgeknipte schaap. En hier is het lijstje. Dus je hebt eigenlijk drie lagen op elkaar. De foto, het lijstje en het uitgeknipte schaap. En dat bij elkaar geeft dus een heel grappig effect. Dit is onze hond Morris. En ook hier heb ik weer Morris uitgeknipt. Daarachter zit Morris nog met een schabloon. En daartussen zit weer het kader. Dat is dus precies hetzelfde als wat ik heb gedaan met de meeuw op de pagina die we net hebben gemaakt. Zoals sommigen van jullie misschien weten, heeft Albelli zelf een tool waarmee je dit soort elementen kunt uitknippen. Nou, die tool die zit achter de knop bewerken. En dan kies je bij acties voor kleur verwijderen. Deze optie heb ik al behandeld in een andere video, een eerdere video. Dus dat ga ik nu niet meer doen. In dit geval zal dat redelijk te doen zijn, omdat de kleur en het object dat je vrij wilt maken redelijk contrast hebben. Dus hier is dat wel te doen. Maar er zijn ook foto's waarbij dit een stuk lastiger is. En daar zijn dan handiger oplossingen voor. Bovendien is deze optie kleur verwijderen niet beschikbaar voor de Mac-gebruikers. En de optie die ik nu wil laten zien is dat wel. Kies even voor annuleren. Een andere methode zou zijn is om een schabloon te zoeken die je hierop toepast. Nou, als we gaan kijken in de bestaande schablonen. Stel bijvoorbeeld je kiest deze. Ja, helemaal pas ga je het nooit krijgen. Als je echt een mooie uitsnede wilt maken. Er blijven altijd gewoon resten omheen zitten. En je krijgt nooit het object precies zo helemaal uitgesneden als je dat zou willen. Nu zijn er
diverse tools die dat online voor je kunnen doen. Je kunt dit met apps op je telefoon doen bijvoorbeeld, maar er zijn ook allerlei websites die dit voor je kunnen doen. Een website die ik zelf heel makkelijk vind werken is RemoveBG. Dus BG staat voor background. Ik zal die website even laten zien. Het is zoals gezegd niet de enige optie. Er zijn heel veel websites waar je dit online kunt doen. Maar ik vind deze heel makkelijk werken. Nou, er staat hier 100% automatically and free. Nou, dat eerste klopt. Dat tweede ook, maar daar zit wel een kleine maar aan. Laat ik eerst eventjes demonstreren hoe dit werkt. Ik ben nu niet eens ingelogd. Ik voeg een foto in. Door hem gewoon erin te slepen. En ik heb nog niet eens iets hoeven doen. Of het is al gebeurd. Nu heb je twee opties. Download en download high res. Nou, hier krijg je dan de hoge resolutie afbeelding. En hier is de gratis versie. En je ziet het verschil in afmetingen. Zolang je de foto niet groot gebruikt, kun je dus gaan voor de gratis versie. Als je een hogere resolutie wilt gebruiken, dan kun je je één keer gratis registreren. En dan krijg je, als je mijn link gebruikt, twee keer gratis een high-res download. Dus stel je wilt zo'n foto uitknippen om bijvoorbeeld op je omslag van je boek te gebruiken, dan zou het de moeite zijn om daar een high-res voor te gebruiken. Je kunt ook een abonnement nemen, je kunt losse credits kopen. Dus er zijn allerlei manieren om hiermee aan de slag te gaan. Maar zoals gezegd, je kunt ook gewoon het altijd gratis blijven gebruiken. Maar dan heb je dus een kleinere afbeelding. Dit is dus het resultaat wat zij ervan gemaakt hebben. Als je nou op edit klikt, dan krijg je dit schermpje. En dan kun je dus zelf kiezen of je daar nog allerlei effecten op toe wilt passen. Belangrijkste knop is even deze, erase of restore. Als ik zeg van nou, dit stukje had ik er niet bij gewild, dan selecteer ik de grootte van mijn gum. En dan kun je weghalen wat je er toch niet op wilt hebben eigenlijk. Stel nou bijvoorbeeld, ze hebben iets veel te kort afgesneden, ze had nog een heel stuk bijgemoeten van bijvoorbeeld zijn staart, dan kun je op restore klikken. Dan ga je met diezelfde gum, die nu geen gum meer is eigenlijk, maar meer een penseel, kun je er weer bij tekenen wat je vindt dat eigenlijk nog bij je afbeelding had gemoeten. Hij was in dit geval perfect afgesneden, dus het is niet nodig. Dus ik klik op het pijltje om hem weer te herstellen zoals die was. Ik klik op download, want ik vind deze eigenlijk wel geslaagd. Download image. En dan komt hij hieronder in beeld. Ik open hem. En dan is dit de afbeelding die ze ervan gemaakt hebben. Dus dat is een demonstratie van hoe deze online tool werkt. Je kunt er echt hele leuke dingen mee maken. En een mooi alternatief voor als je verder niet bekend bent met programma's als Photoshop of andere fotobewerkingsprogramma's. En dit gaat super snel. Ik zal deze even wegklikken. Je kunt gewoon weer een nieuwe erin slepen, bijvoorbeeld deze. En daar is je foto alweer. Gewoon weer de keuze. Wil je hem in het groot hebben? Dat kost je dan een credit, waarvan je er dus via mijn link 2 krijgt. Of je neemt de gratis variant en dan heb je een kleinere afbeelding. Nou, dat is dus hoe dit werkt. Ik zal dit even wegklikken. Dit is dus de grootte van de afbeeldingen die je gratis krijgt. Op het moment dat je nu gaat vergroten, dan krijg je hier dus de waarschuwing van doe dat maar niet. Maar goed, ook gratis heb je zo al best een hele leuke afbeelding om iets mee te doen. En je kunt zelf dan dus met lagen werken. Ja, weer hele andere leuke creaties maken en afbeeldingen die er dus echt uitspringen. En dan zijn het je eigen afbeeldingen. En dat vind ik het leukste ervan. Want zoals gezegd, er zijn genoeg websites waar je vrijgemaakte dieren, objecten, bloemen, wat dan ook kunt downloaden. Maar veel leuker is het natuurlijk als je je eigen afbeeldingen daarvoor gebruikt. Ik zet dit nog even aan de kant en dan kan ik jullie ook nog even laten zien wat nou het verschil dan is tussen zo'n kleine afbeelding. Kijk, hier zie je dus het verschil
in grootte. Dit is dan die high-res, dus de hoge resolutie, waar ik dus een credit aan heb besteed. Nou, die kun je een heel eind vergroten dus. En deze geeft het hier al op. Dus beide zijn leuk om te gebruiken, maar als je hem er echt uit wilt laten springen, dan kun je er dus een credit aan besteden. Een van je twee gratis credits in ieder geval, om er dus zo'n mooie grote afbeelding van te maken. We gaan weer terug naar onze pagina. Dus zoals gezegd, er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. Ik heb jullie alleen nu eventjes een demonstratie gegeven van een website die ik zelf super makkelijk vind daarvoor. De link staat in de informatie onder de video. Dit was de pagina weer voor deze week. Ik hoop dat jullie er weer wat van opgestoken hebben. Misschien waren jullie al een tijdje op zoek naar een tool die jullie kon helpen om afbeeldingen uit te snijden. Die heb je nu gevonden. Zet een duim onder de video als je hem leuk vond. Heb je het uitgeprobeerd? Ik vind het altijd leuk om te lezen, dus zet er ook gerust een reactie onder. Heb je een vraag? Stel hem ook gerust. Ik lees alles en ik beantwoord ook alle vragen. Jullie zijn van harte welkom ook op de Albelli Club Facebookgroep. Daar kun je iedere dag de hele dag door terecht voor inspiratie en tips en tricks om jouw Albelli fotoboek nog mooier te maken. Bedankt allemaal weer voor het kijken en ik zie jullie heel graag volgende week weer bij een nieuwe Workshop Woensdag. Hoi hoi!